Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over wat moet je eten bij extreme sportieve inspanning? Bakken met energie kost het fietsen van de Tour de France. De renners moeten tussendoor dan ook flink bij zien te eten. Maar wat als je nog veel langer door moet? Waar haal je dan je energie vandaan? Waar ligt de grens en waar wordt die door bepaald? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Zitten we weer. Ja. Mooi artikel van jouw hand. Energieslurpers op de fiets. Precies. Te vinden op jouw website. Ja. Laten we maar weer even beginnen bij het waarom. Wat was voor jou een aanleiding om eens een artikel over dit onderwerp te schrijven? Dat was vorig jaar heb geschreven tijdens de Tour. Omdat, denk begin derde week, dan komen de verschillen. Dan hoor je steeds van dat de renners moeten bijeten en hoeveel energie het allemaal wel niet kost. En toen dacht ik ga dat eens even uitzoeken van, hoeveel energie is dat dan daadwerkelijk? Zijn daar studies naar gedaan? Ja. Hoe zit dat? En toen heb ik dit artikel geschreven, ja. Ja, wat als je 3 weken op een fiets gaat zitten, iedere dag meer dan 200 kilometer. Maar ook andere extreme sporten natuurlijk. Laten we zoals altijd maar bij de basis beginnen. Wat gebeurt er als je je lichaam zo ver gaat uitputten? Ja, goed. Dus, ik kwam achter een studie in Maastricht gedaan. En daar werd niet met naam en toenaam gezegd bij welke ploeg, et cetera. Maar ik kon afleiden dat ze ooit in de Giro, ik denk dat het 2014, 2015... stuk, moet je het maar eens even teruglezen, de Belkin-ploeg, zoals hij toen heette. Ja, hebben de voorganger van de huidige Jumbo-ploeg. Hebben de onderzoekers van Maastricht hebben daadwerkelijk het energieverbruik gemeten bij de renners die toen meededen. En dat stuk is pas een jaar geleden echt verschenen. Dus toen heb ik een van die hoofdonderzoekers even gebeld. En die wilde inderdaad niet zeggen van of het klopte, maar zij waren zo. Ze hadden helemaal aangegeven wanneer de rustdagen waren, wanneer het bergetappes waren, wanneer de proloog. Toen was voor mij duidelijk, dat moet die en die Giro zijn geweest. Waarin in ieder geval Kelderman het heel goed deed. Is dat top 14, 10. 15, is dat die Kelderman dat hij hem had en toen tegen de sneeuw? Nee, dat was Kruiswijk. Dat was 2017, Sorry. Die sneeuwwal. Ik haal even mijn Nederlandse toppers door elkaar. Ja. En Kruiswijk stapte af. Ah, dus. Okay. En dan kom je wat namen tegen van renners die toen, en sommigen denken, fietsen die nog steeds? Los daarvan, de studie. Even toch één factchecken, want dit gaan onze luisteraars overvallen. Je komt toch geen namen van renners tegen als je niet weet welke ploeg het is? Anders weet je meteen welke ploeg het is. Ja, nee, maar ze hadden het over 8 renners van een Nederlandse ploeg. Ja. En verder niet de namen daarbij. Maar ik kon eerst achterhalen van, wie... welke Giro was het toen? Ja. En daarnaast van, wie reden daar dan mee? En hadden ze ook nog een onderscheid gemaakt tussen de beste en de slechtste renner. Dat was dan Jetse Bol deed daar het minste van de ploeg. Ja. Kelderman het beste. En die hadden ze namelijk de individuele punten ook nog neergezet. Dus je kon het uit de uitslag wel afleiden wie dat dan moest zijn geweest. Ja. En dat was toch wel interessant. Wat ze gedaan hebben is energieverbruik. Ja, De klassieke manier om dat te meten is dan toch wel door gelabeld water te laten drinken.
Oké. Ja, wat dat is klinkt dat? Heel eng. Ja, ja, dat is dus H2O, waarbij ze dan de H hebben ze gelabeld. Dus daar hebben ze niet is normaal 1. Je bedoelt nu echt op moleculair niveau, ja. H2O, de formule van water, ja, waterstof en zuurstof. En dus dan normaal heeft H is periodiek systeem der elementen is een eentje, hè? Ja. Maar dan hebben ze daar een tweetje aan gemaakt, dus dat dan een proton of zo denk ik bijgevoegd. En de O hebben ze dus normaal 16, O 18. Ja. Dus dat is dan ook niet radioactief, want dat was ook mijn vraag. Hebben ze dan raar? Nee, dat is dus eigenlijk hetzelfde spul wat je bij een PET-scan bijvoorbeeld krijgt. Je labelt eigenlijk het water. Dan kreeg ze een klein slokje aan het begin van. Chemisch gezien. Ja. Ja. En dan is het leuke, zij aan de hand van allerlei chemische paden, weet je dan dat water wordt uiteindelijk ingezet in allerlei chemische processen, reacties. En hoe zich dat verdeelt en hoe het in welke stoffen terecht komt, kun je uiteindelijk in de urine weer gaan uitvogelen. Bizar, want je ziet dan dus ergens een waterstofmolecuul met een extra proton en elektron willen vanaf zijn. Precies. Die is gebonden aan een bepaalde afvalstof en daarmee kun je afleiden wat dat water in je lichaam heeft gedaan. Ja, en ik leer hier nog eens iets over wetenschapsmethodologie. Dat is voor mij ook en daar kan je heel netjes aan afleiden wat eigenlijk het energieverbruik van die persoon is geweest. Hoe dan? Het dagelijks energieverbruik. Ja, goed. Energie? Ja, uiteindelijk denk ik dat het waarschijnlijk te maken heeft met wat er in de glycogeen en in de vetten terechtkomt. Daar weer wordt verbrand met de behulp van zuurstof. En op daar die maak manier, je dan een soort afgeleide model van. Ja, maar het is wel de geëikte manier. Want ze hebben best wel veel groepen mensen. Zijn niet Maastricht alleen. Maar ik kom heel veel andere studies ben ik tegengekomen. Komen ze op terug. Waar dus dezelfde techniek van gelabeld watergebruik om het energieverbruik, het dagelijks energieverbruik te schatten. Ja. En daar kwamen ze uit op een getal. Dat is wat iets van 7000 kilocalorieën. Wow. En normaal is het dan 2,5 kom je een beetje normaal, tegen. Normaal, dagelijks aanbevelen hoeveelheid. Als je achter op verpakkingen van voedsel kijkt, dan staat daar zoveel procent van de ADH aanbevolen dagelijks hoeveelheid. Ja. En dat is gebaseerd op zo'n 2,500 calorieën voor normale mensen. Dus zij zitten daar 4-5 keer boven. Wow. En tijdens die Tour de France. Ja, en 3 weken lang. Ja. En dat is, en nogmaals, hij zegt, legt hij goed uit. Hij zei, ja, maar dit is dagelijks. Ze meten eigenlijk gewoon over 24 uur, waarbij maar 4 uur, 5 uur gefietst wordt. Ja. En de rest zitten zij te rusten en te eten. Op bed. Ja. En dus als je dan kijkt, tijdens het fietsen zelf, dan zit je echt nog, echt torenhoog eigenlijk van wat je normaal verbrandt. Ja. Maar tweede vraag was, die zei op weer, zijn er verschillen tussen renners? En dat bleek een hele mooie relatie zijn tussen iemand die goed presteerde of goed hoog eindigde, Wilco Kilderman, en degene die dat minder deden. Dus zij hadden 7 of 8 datapunten. En dan konden ze precies aangeven stand in de eindlijst ten opzichte van het energieverbruik per kilogram lichaamsgewicht. En dan zagen zij gewoon dat Wilco Kilderman, dus wat ik roem, die 7000 was een gemiddelde, dat die gewoon veel meer verbruikte dan zo'n Jetse Bol. Ja. En dan ga je afvragen, ja, logisch. Wat is de causaliteit? Hè? Ja. Als je veel paraplu's ziet, gaat het regenen. Ja, dat is een beetje dus tuurlijk, want Wilco is voluit gegaan in die tijdrit. Wilco is voluit gegaan in de beklimmingen. Ja. Heeft misschien ook meer talent, hè? Kan harder, kan meer energie verstoken. Aan de andere kant keken ze bijvoorbeeld naar de gemiddelde snelheden die zij fietsten. En dan was dat verschil, dat viel reuze mee. Dat is maar 5% misschien. Ah. Dus daar was het niet uit te verklaren. Het was niet gewoon dat Wilco veel meer energie wist te genereren. Nou, ze denken eigenlijk, misschien heeft Wilco, daar lijkt logischer ook van, is zijn lichaam geschikter om energie te verbranden en eindigt hij daardoor ook zo hoog, zeg maar. Ah. Dus het is een beetje, dit geeft al een beetje de aanzet tot waar we naartoe willen van wat moet een lichaam hebben eigenlijk om goed te verbranden, een goede motor te hebben. Ja. En dan weten we allemaal, je moet goed met zuurstof kunnen omgaan, de juiste spieren daarbij hebben, die mitochondriën, die energiefabriekjes.
Maar wat doet zo'n lichaam als het 3 weken lang moet gaan verbranden? Ja. En dit vond ik wel inzichtelijk, dat eigenlijk de sessie ging. Een renner die gewoon de beste motor heeft en daarmee ook het meeste energie kan verbruiken, maar ook opnemen. Ja. Die is wellicht het beste gechallenged om 3 weken lang te presteren. Lees heeft meer talent. Ja. Ja, eigenlijk gaat het dan terug, want nu breng je het helemaal terug naar de fysiologie eigenlijk. Mm-hmm. Hoe zit mijn lichaam in elkaar? Ja. En dan zeg je dus eigenlijk, je wordt gewoon geboren met een goede verbrandingsoven of niet. Ja. En die kan goed stoken en daarmee kan je die dus kan een goed hele verbranden. Dat is worden. Één, maar dan is de volgende vraag, die moet wel gevoed worden. Ja. En die moet gevoed worden uit de voedingsproducten die jij eet. Uit je koolhydraten, vetten, eiwitten. Ketonen wellicht. Ja, hebben we in iedere aflevering over gehad. Ja. Dus wat die renners doen, dat is opvallend eigenlijk. Dat zij 3 weken lang, daar lijkt het, ze hebben eigenlijk alleen maar het gewicht gemeten. Ze vallen niet af bij hun. Dat was eigenlijk hetzelfde. En dat is eigenlijk ook waar meestal wel op ingezet wordt. Een renner moet niet te veel afvallen. Want ja, dan ga je uiteindelijk ook je eiwitten, je spieren opvreten. Ja. Dat wil je ook niet. Er zit altijd wel iets in bij de Skyproof Froome. Die doet soms het vermoeden van dat ze wat dikker de eerste week zijn. En dan in de loop van de 3 weken de Tour wat willen kwijtraken aan vet met name. Zodat ze de laatste week met name bij bergop minder ballast hebben. Ook hier denk ik meteen weer, wat is nou oorzaak en gevolg? Ja, Want als je al die weken op de fiets gaat zitten en je verbrandt 7000 kilo calorieën per dag. Maar meestal lukt het wel om aan te eten. En dat was, ik weet niet of je vorig jaar nog een keer gekeken hebt naar zo'n, de avondetappe heette denk ik. Ja, ja, ja. Er kwam een voedingsdeskundige van Jumbo Visma langs. En die vertelde en liet een stukje film zien van hoe dat tegenwoordig gaat met die renners. Met dank aan de vermogensmeter. Nou, daar hebben we toch weer iets nuttigs van die vermogensmeter. Ja, hè? Ja, ja. Blijf vooral kijken en luisteren. Want we gaan ook in deze aflevering zo weer even zoomen met Froome om te horen hoe hij tegen dit aspect aankijkt. Maar, kijk, het mooie is dat je eigenlijk met de vermogensmeter na afloop precies kan zien. Hey, ik heb zoveel watt, is eigenlijk zoveel joule per seconde. Zoveel joule verbrand. En joule is calorieën. Ja. Dus lees in die vermogensmeter. Dan weet je precies hoeveel die renner die dag verbruikt heeft. Mm-hmm. En nou, dat moet je weer aanvullen. Niet te weinig, niet te veel. Want je wil geen extra kilo's kweken. En hoe dat dan daar bij hun werkt is eigenlijk, dan krijgen ze op een, gaan ze langs de weegschaal. Ja. Van oké, Kruiswijk, jij hebt zoveel verbruikt. Jij mag nu van, als jij pasta wil eten en meerdere keuzes, nou, dan doe jij 263 gram pasta, 72 gram saus. Helemaal op microniveau. En zoveel groente. Een persoonlijk dieet. Ja. En op die manier kunnen ze behoorlijk goed in de smiezen houden van dat die energiebalans goed is. Ja, in balans inderdaad blijft. Maar dan even Jurgen, want dit is dan de Jumbo voedingsapp, geloof ik, ook beschikbaar voor de recreanten. Ja. Maar jij bent hier toch regelmatig de voorvechter van gevoel. Ja. Dus zeg jij niet nu dan, ja, hoezo, je eet gewoon waar je zin in hebt. Ja, nou ja, misschien had ik dat eerder verteld uit dat Zwarte Woud verhaal. Ja. Ja, ik kom dan toch niet heel veel aan, lees, ik val misschien een beetje af. Ja, ik vind hongergevoel heel belangrijk zelf. Ja. Eten deels ook waar je zin in hebt en zoveel eten dat je in ieder geval een lekker verzadigd gevoel heb. Ja, zelf persoonlijk, ja, misschien afkloppen, ben ik niet iemand die heel snel enorm aankomt. Nee. Misschien moeten we ook oppassen met een amateurrit van 120 kilometer vergelijken met 3 weken Tour de France. Klopt, maar ik vraag me, ik vind het leuk die app, die foodcoach app. En leuk dat je dan het gevoel hebt, ik ben net als de renners bezig met mijn voeding. Hartstikke belangrijk, ook voor heel veel mensen. Maar het lijkt me toch wel jammer dat als je dan die app intoetst. Ja, ik heb vandaag 80 kilometer gefietst. Dit tempo. Dan zeg ik, nou, dan mag jij zo twee sneetjes is wel genoeg. En dan denk ik, ja, ik zou best zin hebben in een derde sneetje. Ja, dat moet je dan eigenlijk niet doen. Dus
prima, denk ik, voor de profs om zo te werken. En voor hun is het dan ook nog belangrijk om lekkere dingen te krijgen. Dus ja. Daar zijn ze tegenwoordig ook wel goed in. Vroeger was het gewoon wat het hotel, de hotelkok maakte. En dat was vaak spul wat al uren zat te pruttelen. Tot die kleffe pasta. Ja, ja, ja. Tegenwoordig hebben ze veel meer keus. En we zagen ook volgens mij in diezelfde avondetappe, of in ieder geval bij achter de schermen filmpjes bij de Jumbo-Visma, die hebben een hele kooktruc bij zich. Hè, met eigen kok. Ja. En eigen keuken. Ja. En, ja. Ja. Dus op die manier gaat het je lukken om die 7000 kilocalorieën, of nog meer in sommige etappes en voor sommige renners, bij te eten. En en dat is wel iets wat ze zeggen, ja, dat is toch wel een vooruitgang nu in het profwielrennen, iets van de laatste jaren, waar maar vroeger het soms wel eens misging. Wat is nou die manier dat je het zo netjes gaat berekenen? Ja. Dus dat je heel erg berekent, wat heb je verbruikt, wat moet je eten, klopt. Wat moet je niet te veel eten? Wat? Zegt nog niks over met welke bouwstof je dat binnenkrijgt. In ieder geval die balans, die energiebalans goed houden, dat is les 1. Ja. Dus niet te veel afvallen. Ook in mijn stuk eindig ik, volgens mij hebben ze studies gedaan bij de Mitchelton Scott ploeg in de klassiekers, de voorjaarsklassiekers. En daar kwamen ze toch achter dat een aantal renners in die periode een negatieve energiebalans kregen. Ja. Met daaraan gerelateerd dan verstoringen in hormonen. Dus hun testosteron. Ja, maar dat is eigenlijk het gevaar. Ja, hè? Testosteron ging omlaag. Het gaat niet alleen over afvallen, maar je lijf gaat in de war. Klopt. Uiteindelijk, als jij een echte structureel negatieve energiebalans, ja, dan gaat het lichaam protesteren. Dat gaat natuurlijk zeggen, ik ben mezelf aan het opeten. Ja. En met alle gevolgen van dien. Dus daar moet je echt voor waken. Is dit een beetje wilde er is de afgelopen jaar wat aandacht geweest voor onder andere menstruatieproblemen bij topsportende vrouwen. Klopt. Zit dat in dezelfde hoek? Ja. Red ass. R-E-D, Relative Energy Deficiency Syndrome. Oké. En dat is inderdaad eigenlijk chronisch of structureel meer energie verbruiken dan binnenkrijgen. Ja. En uiteindelijk gooit dat je lichaam behoorlijk overhoop. Inderdaad. En je lichaamsprocessen worden geregeld door hormonen. En als je hormoonhuishouding van de leg is. Menstruatie is heel simpel. Waarom dat verdwijnt? Omdat ze eigenlijk zeggen, maar dat kost normaal ook energie. Ja. Ja, dat lichaam gaat gewoon besluiten van alle energie die we nog hebben, die moeten gebruiken voor onze basisprocessen. En dat is gewoon eigenlijk overleven op dat moment. Ja. Wow, heftig. Ja, dus en dat is dat. Maar dat gebeurt dus ook, denk ik, bij in het wielrennen, waar mensen of renners zijn zo bezig met gewicht en zo licht mogelijk omhoog. Ja, is toch een dunne lijn daar. Dus in die zin juich ik het wel toe dat ze tegenwoordig prima renners kunnen begeleiden, in ieder geval in het instand houden van hun energiebalans. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we daar zo van Guido ook van alles over horen. Dit is wielrennen. Ja. Zijn er ook andere sporten waar dit speelt? Het is fantastisch, Gerrit. Want in de tussentijd is vorig jaar een stuk in Science verschenen. Ja, en dat werd een bepaalde nieuwsmedia is dat opgepikt. Hebben ze mensen de Race Across America laten lopen? Dat is van San Francisco naar Washington. 20 weken lang zo'n beetje. En die liepen bijna elke dag een marathon. Zo. En hebben ze op dezelfde manier met dat gelabelde water, dubbel gelabelde water, hebben ze het energieverbruik gemeten. En aan de hand daarvan, wat ze zagen is, in het begin zaten die nog vrij hoog, zeg maar, qua energieverbruik. Of in ieder geval, niet zoals de Tour de France, maar een stukje minder. Maar dat zwakte af, waardoor ze eigenlijk na 20 weken iets zagen van, het ging een soort limiet of een asymptoot uiteindelijk bereiken. Je bedoelt de waarde van energieverbruik. Klopt. Dus in het begin van zo'n extreme challenge gebruiken ze veel energie per dag. En dat nam iedere dag af, terwijl de inspanning vergelijkbaar bleef. En toen dachten ze, als dat zo afneemt, zit daar misschien een algemene regel in. Dus wat die auteurs gedaan hebben, die hebben alle studies die gedaan zijn hiernaar bekeken en gekeken van, wat was het energieverbruik en hoe lang duurde de inspanning? Nou, ik heb een lijstje voor je uitgeprint. Ik zal een paar dingen noemen. Hè. En dan gaan ze uit van het verbruik ten opzichte van je basale metabolic rate, BMR. Dat is eigenlijk je basaal metabolisme. Ja, in rust. Hè? Ja, hoeveel energie verbruik je als rust? Want dat is ook goed om te weten. Die 2500 kilocalorieën per dag, dat is een gemiddelde.
Dat is niet voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Klopt. Hè? Pas op met nou, rekenen. En nou, de Kona Ironman, daar zit je op 9,4. Maar dat doe je maar 9,4 wat? Zit je 9, je energieverbruik is dan 9,4 hoger dan je bazaal. Helder. Dan een Western States 100 mijl is 8,5. Als jij de pool overtrekt met een slee, ja. 4,7. En dat is ook een stuk wat ik in mijn studie heb aangehaald. Die lui die waren 220 dagen of zo onderweg met een slee, met zwaar bepakt. Maar uiteindelijk trokken ze het gewoon echt letterlijk niet meer. Maar zij waren een kwart van hun gewicht kwijtgeraakt. Oh. Dus dan als het... Want in het poolgebied moet je natuurlijk niet alleen sportief inspannen, maar ook nog warmte stoken. Ook dat. We hebben nog meer energie voor nodig. Dus het heeft ook te maken op een gegeven moment, ga je, als je niet genoeg binnenkrijgt, dan ga je verbruiken en dan ga je spieren eraan. Nou ja, tot aan de boeren in Gambia tijdens de oogstseizoen, ja. 2,4. Er zullen tussen staan twee mammals die op de bank een bakje koffie drinken? Ja. Voetbalspelers, 2,2. Dus dan gaat het eigenlijk om een dagelijks energieverbruik. Dus dit cijfer zegt iets over de intensiteit van de sport of van de activiteit. Ja. Kenyan endurance runners, dus hardlopers uit Kenia, 2,3. Maar dan heb je natuurlijk ook te maken met training, et cetera. Ja, ja. Dus een beetje wat hun dagelijks verbruik is. Soldaten uit Zimbabwe, 3,3. Nou, Nordic skiing, 3,5. Nou, wildfire suppression, mensen die... Mensen die bosbranden blussen. Ja. 2,8 in een drukke periode. Ja. Nou, ze hebben dus heel veel van die studies gedaan. En dat heeft deze kerel, die heeft hij allemaal op een rij gezet van over welke periode is gemeten. Mm-hmm. En dan kwam je eigenlijk uit van dat de boel lijkt af te vlakken na zo'n 200, 250 dagen op rond de 2,5... maal je bazaal metabolisme. Energieverbruik, 2,5 metabolisme. En hij suggereerde van, wellicht is de ultieme grens van energieverbruik, langdurig energieverbruik, ligt die op 2,5 keer je bazaal metabolisme. Bij inspanning. Ja. Toch? Ik probeer even goed te begrijpen wat we met deze cijfers nou aan het duiden zijn. Dus die studie zegt eigenlijk, als je heel langdurig, heel intensief gaat inspannen, dan wordt, wat gebeurt er? Word je efficiënter of zo? Dat je lichaam minder energie nodig heeft? Niet deels efficiënter. Dus je lichaam komt in een soort modus dat je denkt, ja, ik kan niet zo extreem meer energie gaan verkwisten, verspillen. Maar ik moet ook een stapje terug gaan doen. Ja. En dat is ook wel wat die Race Across America. Iedereen begint allemaal ook hetzelfde als met pacen. Begint misschien toch relatief wat harder. Op een gegeven moment zakt dat in naar een bepaalde niveau wat je dan heel lang lijkt vol te houden. Ja. Nu is de grap dat het niet alleen inspanning, ook zwangere vrouwen leveren inspanning. Die studies heeft ook bijgehaald. En hij zei, dat zie je ook bij zwangere vrouwen 9 maanden lang, dat energieverbruik ook richting die 2,5 gaat. Oké. Okay. Dus daarmee probeert hij dingen samen te koppelen. En het is natuurlijk erg nog hypothetisch. Maar wat hij zegt, misschien is het menselijk lichaam wel zo gemaakt dat uiteindelijk, we zijn in staat om langdurig ons in te spannen. Ofwel door een kind te laten groeien uiteindelijk te baren. Of omdat we van de oogst moeten binnenhalen. Of omdat we 3 weken op een fiets willen zitten. Of van West naar Oost pik Amerika. Pik je trouwens ook even uit. Staat nou aan de top van die lijst Ironman in Kona? Of met een 9,4? Ja, maar dat is natuurlijk maar 1 dag geweest. Ja, maar ik denk wel dat veel kijkers en luisteraars van de Slimmer Presteren podcast nu willen weten, wat moet ik op die ene dag eten? Ja, maar dat is misschien voor een ander thema. Ik heb in de show notes heb ik wel een... stop ik wel even een voorbeeld gegeven van wat een Tour de France ploeg zo dagelijks eet. Ja. Ook aan ontbijt, als tussendoortje. Het is altijd weer, voor hun is die koolhydraten toch wel heel belangrijk. Dat glycogeen moet weer aangevuld. En vet en eiwit. Eiwit ook voor het herstel. Hebben we het ook al natuurlijk eerder over gehad in aflevering 2. Ja. Maar uiteindelijk is dit deels wel een beetje een hypothese. Dit vraagt om meer studies. Dit vraagt ook eigenlijk om studies waarbij je eigenlijk mensen inderdaad laat beginnen. Misschien op wat rustiger niveau van 2,5 of van 3 keer het bazaal. En dan kijken, kun je dat... Hoe lang kun je dat volhouden? Hoe lang ga je dan ook nog richting die 2,5? Maar wat misschien als je verder denkt, dan geeft dat toch aan van... Dus de beperking zit misschien niet eens zozeer in het verbranden van...
van jouw koolhydraten, zoals je spieren dat kunnen. Want als jij bij een marathon ga je echt hoger zitten of fietsen. Maar dat bij een hele langdurige inspanning, lees de Jacomina's onder ons of nog veel langer. Dat dan die darmen eigenlijk bepalend zijn. De darmen die zag ik niet aankomen. Die van hoeveel kunnen we opnemen. Ja. Misschien heeft dat ook te maken, hebben we het al eerder over gehad, die transporters die er zitten, hè, bij die aflevering over de sportdrankjes. Er zijn transporters die beperken eigenlijk de hoeveelheid koolhydraten die je per uur naar binnen kan krijgen. Geldt dat ook voor andere voedingsstoffen? De lever moet uiteindelijk met die voedingsstoffen gaan opslaan in glycogeen of in vet of eiwitsynthese. Dus daar zitten misschien ook beperkende stappen. Maar dat lichaam ergens iets heeft, jongens. Als jullie te veel van me gaan vragen, dan hou ik het gewoon lekker op 2,5 keer alles wat ik aan kan. In ieder geval qua verbranding dat ik binnenkrijg en opsla en verwerk. En dat is interessant, want het gaat je ook afvragen, kan je het manipuleren? Hè? Kan je dat trainen? Kan je zijn echte toppers? Want wat zou je dan willen trainen? Dat die 2,5 dat je die omhoog kan duwen. En misschien zijn er wel, maakt dat het onderscheid waar ik mee begon tussen een Wilco Kelderman en een Jetse Bol. Lees de toprenners. Ja, tuurlijk zijn ze licht en tuurlijk hebben ze een goede verbrandingsmotor. In 2014 was Jetsen nog een heel jong talentje. Ja, even dat tussendoor, klopt. Hè? Niks ten nadele van Jetsen. Ja. Maar die Giro deed het niet nog. Nee. Dat zit nog als ik ook knecht. Ja. Maar ik ga het die kant op dat we maar meer ook... ik ben even aan het zoeken, Jurgen. Mm-hmm. Ik vind het super interessant wetenschappelijk onderzoek. Ja. Maar wat moet ik hier nou mee als amateur? Wat leer ik hier nou van? Desnoods als amateur die zich druk maakt over extreme sportieve inspanning. Hè? Dus ik wil naar een hele triathlon toe misschien wel. Ik kijk toch even bij mijn notes. Toch nog leuk om te melden. Nou, stel dat jij à la Maarten van der Weijden of iemand anders ook een ultra inspanning wil gaan doen. Ja. En dan moet ik ook toch wel even terug naar Wout. Wout Jacobs. Ja. Die 215 keer de Amerongse berg op ging fietsen. En die van tevoren fantastisch voedingsplan ook een beetje had bedacht. Hè? Ja. En ik denk best wel uitgebreid met verschillende dingetjes op tafel klaargelegd. En nagedacht van wat wil ik uiteindelijk eten. En dat is bij de eerste poging van Maarten van der Weijden. Er is een stuk verschenen door zijn arts geschreven. Dat gooi ik ook op de show notes. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer dat wat zij aanreikt, is natuurlijk lastig bij het zwemmen, maar de gelletjes en het voedsel, dat en veel bidonwerk. Mm. Hij kreeg het gewoon niet binnen. En het ging ook langs hem heen of langs zijn mond. En uiteindelijk kwam hij echt, als jij, ik zoek het even op. Hij kwam uit op een verbruik van 30.000 kilocalorieën. In die hele tocht? Ja, totdat hij stopte. En hij kreeg maximaal maar 12.000 heeft hij binnengekregen. Ja, dat is een enorm verschil. Dus bij die volgende pogingen zijn ze wel gaan nadenken. Hoe kunnen we op andere manieren toch die voeding aanbieden? En wat denk ik toch super belangrijk is. Ja, hoe? In welke vorm? Welke smaak? Op een gegeven moment is dat lichaam gewoon klaar met jelletjes of met bidons of noem maar op. Daar ben ik al in mijn marathonnetjes achtergekomen. Ja. Je kan het niet uit 16 jelletjes halen. En dus dan is het misschien ook eens goed om, ook als jij gaat trainen, en dan ga je lang niet zo extreem trainen of noem eens een keer andere voedingsmiddelen te testen, ook voor jezelf. Iets waar je denkt, hier heb ik gewoon na zoveel uur inspanning echt zin in. Ja, zin is belangrijk. Hè? Ik moet terugdenken aan onze aflevering 22, waar we Wout Jacobs spraken. Mm-hmm. Die ging dus 25 uur lang de Amerongse berg op fietsen. En toen vroegen we hem ook, wat eet jij nog? Ja. En toen kwam daar een soort, ik kan me zijn gezicht goed herinneren, want hij had dan een schaal pasta gemaakt. Dat was dan heel verstandig en bedacht en gepland. Maar hij bekent dan een soort van besmuikt. Precies. Ja, uiteindelijk ging het me om die stapel pannenkoeken van mijn vriendin. Ja. En volgens mij zit de sleutel, misschien is het feit dat een soort guilty pleasure is ook wel mentaal de sleutel dat het goed werkt. Ja, de boterkoek van Jacomina. Jacomina heeft hetzelfde verhaal in haar verhaal over toen ze het kanaal over ging zwemmen. Dat zegt, boterkoek. Ja. Uiteindelijk, er moet iets naar binnen. Ook al zegt het lichaam, je hoeft niet meer zoveel naar binnen te krijgen als jij 10 kilometer gaat hardlopen of een marathon. Ja. Maar je moet wel binnenkrijgen. En als jij die 2,5 sowieso wil halen, is het wel fijn dat je een beetje iets vindt waarop jouw darmen goed reageren. Heb je het ook al? Stel dat je darmen van slag raken. Ja, dan ben je ook klaar natuurlijk met eten. Ja. En dan
Oké, dus dan even een tussenconclusie voordat we gaan zoomen met Vroemen. Mm-hmm. We zeggen eigenlijk, eerste les, superbelangrijk als je naar extreem sportieve inspanningen gaat, dat je gaat rekenen. Zeker. Meten en rekenen. Ja. Energiebalans hebben we geleerd. En die moet zeker niet doorslaan naar de onderkant. En dat is tegenwoordig dus steeds makkelijker. Onder andere met de voedingsapp. Ja. Tweede is dus eigenlijk wat je zegt. Let op dat je voldoende binnen eet. Nou, daar kom je vanzelf achter als je gaat rekenen. En ga ook oefenen en trainen met voedingsmiddelen die je ook, als je extreem lang bezig bent, uitgeput bent, nog lekker vindt. Ja. En onze hint en tip is eigenlijk al, daar zitten waarschijnlijk niet in de sportvoedingjes en de jelletjes en de dingetjes. Komen we toch weer terug bij jouw Duitse boterham salami. Ja, heerlijk. Ja. En tot slot, leren we uit een wetenschappelijke studie, maar ik begrijp nog niet helemaal wat ik daarmee kan als amateur, dat er dus blijkbaar een proces op gang komt, waardoor hoe langer je dit soort extreme inspanning doet, hoe minder energie je gaat verbranden of nodig hebt. Wat is het nou eigenlijk om dat te kunnen doen? Beide, maar het is de beperkende factor zit hem wel in het verbranden. Het lichaam komt toch in een toestand gewoon van ik kan het niet meer verwerken, ik kan niet meer verbranden. En wat ik mega interessant vind, is een nieuw soort grens aan het menselijk presteren. Hè? Zoals we eerder gedacht hebben, waar zit het? Hè? Zit het in de spieren? Zit het in die energiefabriekjes? Zit het in de zuurstof aanvoer via het bloed? En dit is eigenlijk een een nieuw paradigma, zoals dat dan heet, van bij een extreme inspanning, misschien zijn het gewoon de darmen. En dat vind ik wel interessant. Ja, je kan je ook afvragen van oké, als jij dan ultieme ultraloper bent, hou er rekening mee dat misschien meer focus in dat op die darmen komt, of dat jij gewoon niet dat tempo kan volhouden wat jij normaal gewend bent om een week vol te houden. Ja. Als jij overgaat naar van een week, daar hebben we het over, naar een zijn maand. Zijn we hier nog met amateursport bezig? Ja. We denken even aan Jacomina en anderen. Nou ja, je hebt gekken, dus die helemaal niet gek. Nee. Zo'n race across America. Volgens mij Wout, die wilde ook die Transcontinental hier in Europa. Nou, dat zijn toch dingen die duren daar weken. Ja. En goed, dan hou daar rekening mee dat het lichaam jou gaat op een gegeven moment zelf in een modus komt. Waar die zegt, oké, we gaan het toch een stukje rustiger aan doen. En op die manier denk ik dat het belangrijk is. En snap dat het fysiologisch zo werkt. Ja, dat klopt. Precies. Ja. Nou, laten we daarmee maar eens even gaan zoomen met Vroemen. Om te horen hoe we dan op die ene dag in Kona, of die andere leuke hele triathlon, wat we dan allemaal moeten eten en wat hij hierop te zeggen heeft. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Wij hebben het deze week over energie en wat je moet eten bij extreem lange inspanningen. We hebben het al gehad over Tour de France van 3 weken en al dat aspect. Maar we willen met jou graag even iets dieper inzoomen op de triathlon van de hele dag. De hele triathlon eigenlijk. Als je de hele dag aan het sporten bent. Jurgen die haalde net onderzoek aan waarin wordt gezegd dat je dan misschien wel 9,4 keer je normale rustmetabolisme aan energie moet binnenkrijgen en verbranden. Dus ja. Hoe eet je dan bij? Wat zijn jouw adviezen aan jouw atleten daarover? Ja, dat is niet bij te eten, uiteraard. Ja. Zoveel krijg je helemaal niet naar binnen gestouwd. Nee. En het hoeft ook niet tijdens de heren. Je mag best natuurlijk aan het einde bij de finish veel ingeleverd hebben. Als je maar niet zoveel hebt ingeleverd dat je snelheid omlaag is gegaan en dat je ergens bent komen stil te staan. Precies. Want dan heb je te weinig ingenomen. Ja. Maar ik maak zeg maar met mijn atleten voor een triathlon, naast een wedstrijdplan, hoe hard ze moeten gaan, ook een plan van waar ze welke bidons moeten nemen, wat er in die bidons moet zitten. Ik overleg of ze dan willen ze ook nog wat vast voedsel erbij, of een reep, of iets anders wat ze prettig vinden. Voor mij hoef je niet echt alleen maar op drank en gels. Sommigen vinden dat echt op een gegeven moment helemaal verschrikkelijk. En die worden er eigenlijk alleen maar misselijk van. Dus als je dan iets vast aan voedsel mee kunt geven, waar je dan niet heel veel last van krijgt met lopen, dan is dat ook prima. Ja. En voldoende vochtintake. Ook kijkende naar wat wordt het weer. Hoe warm is het? Mm-hmm. Heb je misschien wat extra elektrolyten nodig in je drank? Zodat je dan niet te veel verliest. Dus eigenlijk
Dus je maakt eigenlijk een minutieus voedselplan eigenlijk. Ja, naast het zwemmen, fietsen en het lopen, heb je hier ook nog eens het vierde deel. Dat is je voeding gewoon goed regelen. Want als je gewoon het zwemmen en het fietsen en het lopen allemaal goed kan, en je hebt je voeding niet goed geregeld, kom je niet aan de finish. Ja. Dat gaat gewoon niet. De basis, kijk, als je een beetje intensief die Ironman wil afronden natuurlijk, wat de toppers sowieso willen, ja dan moet je sowieso natuurlijk je koolhydraten innemen, hè, omdat die glycogeenvoorraden op een gegeven moment dreigen op te raken. Dus de voornaamste sportdrank of en de gelletjes zijn toch wel bevatten de suikers? Of hoe zit de mix een beetje van eiwit, suikers en vetten? Ja, eiwit hoef je eigenlijk die dag tijdens de race niet te nemen. Mm-hmm. Hè? Want soms gebruiken ze dat nog wel eens in trainingen, maar dan heb je dan wel een beetje wat binnen, waardoor je herstel wat wordt bespoedigd. Ja. In de race ben je niet bezig om te zorgen dat je denkt, ja, maar dan ben ik morgen beter hersteld. Nee. Het gaat om die dag. Ja. Ja, precies. Dus wat we nu wel meestal doen, is zeg maar een verhouding van 2-1 van glucose fructose. Ja. Maximaal 60 gram glucose, maximaal 30 gram fructose. Daar zitten we een beetje op. Sommigen kunnen misschien nog wel iets meer. Ja. Dat moet je gewoon uitproberen. Maar daar zit het een beetje in. Hè. Dus dan kom je op 90 graden koolhydraten per uur uit, die je moet proberen binnen te krijgen. En dat moet je dan ook in de periode voor je voor de wedstrijd, ook gewoon een paar keer op die intensiteit, met die hoeveelheid koolhydraten, getraind hebben. Ja, ja. Want dat gebeurt vaak niet. Hè. We hebben wel gehad over dat train low, weinig koolhydraten. Als je dat alleen maar doet, en je vergeet daarbij eigenlijk train high, heel veel koolhydraten, ja, dan ga je meestal problemen krijgen met je maag-darmsysteem, want dat zijn we niet meer gewend. Ja, nee, precies. En dat is wel dus leuk. Kan ik even een haakje maken naar luisteraars die deze podcast voor het eerst kijken of luisteren. Aflevering 8. Waarom slaan je darmen op hol? Gaan we erop in hoe we aan die 90 gram per uur komen. En wat er dus in je darmen misgaat als je maar meer en meer koolhydraten begint aan te bieden. Is het alleen maar koolhydraten wat ik op zo'n dag moet bijeten? Of toch ook nog vetten? Of wat zit er nog meer bij? Nou ja, voor je energie binnen te krijgen heb je eigenlijk, het belangrijkste is gewoon die koolhydraten. Die andere dingen die erin zitten, vetten en eiwitten, die zijn niet zozeer direct nodig voor je verbranding in die wedstrijd. Vooral de eiwitten kunnen juist, als je die te veel zou nemen, die gaan eigenlijk de maaglediging remmen. En dan merk je ook vaak, als je veel eiwitten dan gaat nemen, dan ga je opboeren. Mm-hmm. En dan krijg je dat blijft een beetje lang in je maag staan en dan komt het weer terug. Dat is ook bij eiwitten gebeurt dat vaak. Als je een herstel shake, dan zit je die een half uur later boer je hem nog op. Ja. Dus die dingen moet je dus zeker niet te veel, eigenlijk niet erin hebben. Ja. Maar ja, als je vaste voeding neemt, dan heb je daar toch wel een beetje van. Ja. En ja, als je het uitprobeert en het valt goed, ja, dan kun je dat prima hebben. He, er zijn atleten die kunnen echt helemaal niks verdragen wat betreft vaste voeding. En anderen die eten gewoon boterhammen met pindakaas tussendoor. Ik ken iemand die gaat op Duitse boterhammen met salami. Ja. We vinden elkaar in deze, Guido. Dus gewoon brood kan prima. Hè? Wat heb je nog gekke dieetwensen van jouw atleten? Dat je denkt, nou, die kerel of die dame die wilde per se dit eten, want dat vindt ze lekker. Nee, niet echt. Want dat vertellen ze meestal dan niet, want dan nemen ze dat, zetten ze dan stiekem dan erbij. Maar het is grappig, Guido, want daar wilde ik inderdaad ook naartoe. We hebben nu een aantal ultra-atleten gesproken. Jacomine Eikelboom, Wout Jacobs. Ja. En wat je daar toch iedere keer ontdekt is, wat jij nu beschrijft, is heel erg het planmatige, het wetenschappelijke, het berekende, koolhydraten. En dan denk je aan pasta of gel of suiker. En dan zit er bij hun allemaal een soort, ja, ik noem het maar guilty pleasure. Hè? Wout Jacobs ook, die heeft 215 keer de Amerongse berg op gefietst. Zegt, ja, ik had een pot pasta klaarstaan, maar dan gaan ze ogen twinkelen. Ja. Want uiteindelijk heeft die stapel pannenkoeken van zijn vriendin hem er doorheen gesleept. En net zoals bij Jacomina zwom het kanaal over op boterkoek. Ja. Dus nou, dat snap ik helemaal, weet je. Ik heb vroeger ook van die lange wedstrijden gedaan. En een daarvan was de Inferno Triathlon in Zwitserland. Dat is een bergtriathlon en je finisht bovenop de Inferno. En na een lange dag ben je daar klaar en heb je heel veel zoetigheid gehad. En dan denk je, ik ben echt heel moe. Ik hoef niks, maar ik moet eigenlijk wat eten.
En dan ga je met het bergliftje omlaag. En onderaan bij dat bergliftje stap je uit en er staat zo'n keet met worst. Ja, ja. Duitse worst. Nou, ik zei dan, kom op met die dingen. Ja. Heerlijk. Maar dat was na inspanning. Ja, dus. Als je nodig hebt. Oh, ik hoef, oh, heerlijk dit. Ja. Ja. Hey, maar de serieuze vraag is wel, we hebben eerder van jou geleerd, je hebt 50 atleten onder je hoede. Is er nou een voedingsmiddel, wat een beetje de geheime tip van Guido, nou als hij echt geheim is, ga ik hem nu natuurlijk niet vertellen. Maar ik bedoel, ik hoor Jacomina over dadels en vijgen of dat soort dingen. Wat is nou iets waarvan je denkt, hey, als je nou klaar bent met de repen en de gels, pak dit eens mee. Ja, ik vind de rozijn altijd heerlijk. Hm. Oh ja. Ja, ja, de dadels zijn inderdaad wel goed. Maar rozijnen vind ik ook altijd handig. Veel suikers. Kleine hapjes, kun je goed omheen ademen. Ja, ja, dat kun je heel makkelijk doseren. Je hebt wat te kauwen, ook nog. Hè? Dat is ook wel prettig, vind ik. Ja. Ja, de snelle Jelles, die vind ik ook altijd goed. Klinkt ook goed. Ja, een soort... Ik denk ja. dat we een nieuwe sponsor voor de podcast kunnen bellen. De tip van Guido. Ja, nou, en dan komt hij. Leuk. Had ik nog een dingetje, want we hebben ook kort besproken van dat natuurlijk in die Tour de France renners, hè, daar wordt mini-cheuse, en daar maken ze ook wel veel reclame voor eigenlijk, van dat ze tegenwoordig natuurlijk de vermogensmeter inleveren na de afloop. Dat wordt meteen dan ingelezen in de telefoon of laptop. En dan rolt er uit van, jij mag vanavond dit en dit eten. Lees, als jij pasta eet, 285 gram pasta, 63 gram saus en 420 gram groente. Werk jij ook met dit soort apps eigenlijk voor jouw atleten op die manier? Nee. En nee, ken jij de ja. nieuwe, want er is... De, nee, ook... Wacht even, waarom niet, Guido? Kunnen we hier even weer iets naar het hemelrijk te fabelen? Ik vind het... voor mij gaat het echt veel te ver. En ik ken veel te veel probleemgevallen van sporters die daar echt door geobsedeerd raken. Door 214 gram koolhydraten te gaan afwegen met koken in 421 milliliter met 3 milligram zout. Echt... Ja. Daar word je echt helemaal totaal van geobsedeerd. Mm-hmm. Als je dat gaat fout. Hè? Ja. Wat gaat er dan fout, Guido? Nou ja, het gedrag. Je krijgt een eetstoornis ga je ontwikkelen. Want je wordt er zo door geobsedeerd. Want je mag ook, als je dan iets meer hebt. Ja, maar dat kan niet in mijn hoofd. Want dat gaat helemaal fout. En dat moet ik eraf sporten. En dus... Het gewone eten, hè, wat lekker is en wat gezellig is en wat fijn is, ja, dat verlies je denk ik hierdoor. Ja. En dan wordt het eigenlijk, weet je, ik ben ook wel bezig met machines en vermogenmeters en zo nauwkeurig proberen te programmeren en dan zeg ik, ja, dan kan die zo hard rijden en zo. Maar wat betreft eten doe ik dat eigenlijk helemaal niet. Ja. Ik zeg wel wat je nodig hebt, in welke hoeveelheden, welke producten. Maar niet dat je denkt, ja, maar je moet 200 gram van zoveel eten als je getraind hebt. En dan moeten er nog 3,5 stukje fruit. Ja. Ook dat soort dingen. Dat je denkt, nou, er moet 1,1 banaan in. Nou, hoezo? Daar gaat ons sponsorcontract met de voedingsapp. Ja. Nee, maar goed punt. En we gooien dat wel in de show notes. Je hebt natuurlijk een manifest opgeschreven, hè, samen met Rob Veer, meen ik. Ja. Ja. En destijds schoof je aan op tv, was bij Op 1 ergens, denk ik. Ja. Toen Jip Vastenburg in de Volkskrant het beeld schetste van hoe zij uiteindelijk gewoon de hormoonstelsel helemaal van slag raakte. Vanwege die enorme focus op energie binnenkrijgen en vermageren. Ja. We hebben het even kort geschetst natuurlijk van de Jumbo Visma heeft nu de Food Coach app ook voor de recreatieve wielrenner. Ja, ja. Om de recreant ook het gevoel te geven van te leven als en te eten als de profs. Ja, ik had een beetje hetzelfde bezwaar van ik vind het fijn als ik dan een echte extra portie kan opscheppen dat dan ook mag en dat ik niet hoef over na te denken. Ja. Maar als uitsmijter, Guido, het manifest, want ik merk en voel in jou, je veert helemaal op. Wat moeten we daarover weten? Mm-hmm. Nou, het is eigenlijk van belang... Dat het herkend wordt als bij sporters, want die laten dat niet zien. En die kunnen echt alles verbergen. En het probleem is, ze gaan ook gewoon nog keihard. Ja. En het gaat, als ze niet meer hard gaan, dan gaat het echt helemaal fout ook. En dan is het al zo lang
zo lang doorgegaan, waardoor je eigenlijk al te ver bent gegaan. En een trainer, en dat kun je ook niet direct kwalijk nemen, maar die denkt, ja, weet je, het gaat nog steeds goed. En hij of zij loopt nog steeds veel harder aan PR's en zo. Dus ja, het zal wel oké zijn. Maar er moet gewoon duidelijk, als je bepaalde signalen hebt, en die signalen, dat wilde zeggen met verstoord eetgedrag, die je denkt, ja, maar waarom, hè? Ik zie die nooit eten. Mm-hmm. Of die slaat altijd alles af. Of dat soort dingen. Daar moet je dan echt alerter op zijn. En proberen daar in ieder geval het gesprek mee aan te gaan. En hulp te gaan bieden. Ja, ja. Helder. En dat weet je, dat is eigenlijk de boodschap een beetje. Om dat naar voren te brengen. En het niet weg te waaien. Want het zal niet zo erg zijn. Het valt allemaal nog mee, want het gaat toch nog allemaal hard. Ja. En ik zie jou op social media ook altijd erg fel reageren op elke uitspraak gerelateerd aan gewicht, hè, bij atleten. Over die moet maar een paar kilootjes afvallen of die moet maar wat lichter om sneller omhoog te gaan. Ja, ja, maar dat wordt dan altijd gezegd. Hè? Als hij nou nog 3 kilo eraf haalt, ja, ja, dan gaat hij nog harder. Ja. Ja. Niet doen. En als hij er 10 afhaalt, dan rijdt hij niet meer. Ja. Nee, maar het probleem is, kijk, bij die komt dat misschien nog wel rationeel binnen en die denkt, ja, kan nog misschien nog wel iets scherper. Maar de mensen die dit lezen en horen en andere dingen, die denken, ja, goh, als die 3 kilo, ik kan er misschien wel 10 kwijt. Dat ga ik ook doen. Ja. En die schieten echt helemaal door daarin. Ja. En die komen in de problemen. En die hebben ook niet het vangnet, hè, want die doen alles zelf. Ja, mooi. Goeie oproep en wat goed. Zeker. Dat je daar hard voor maakt, ja, Guido. We gaan het ook nog een keer extra onder de aandacht brengen in onze show notes en op onze socials. Ja. Ja. Daarmee denk ik dat we deze aflevering over energie bij extreme inspanning gaan afsluiten. We zijn benieuwd om van jou te horen. Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt over dit thema. Dus maak gebruik van de mogelijkheden om met ons in contact te komen. Bijvoorbeeld via social media. @slimmerpodcast op Instagram en Twitter. @sportarts is Guido direct. Laat ons weten wat jij wil weten of wat jouw ervaringen zijn. Of wat jouw ultieme geheime voedingstip is. Guilty pleasures horen we ook graag. Of je kan dat ook doen op onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar ga naar de pagina over deze aflevering en daaronder kun je reacties achterlaten. Of stuur ons een mailtje via post@slimmerpodcast.nl. We horen graag van je. En we zien op allerlei interessante plekken reacties komen. Ik was laatst zelf, dat is een guilty pleasure van mij, op vrijdagochtend als onze nieuwe aflevering uitkomt, dan ga ik altijd hardlopen met de podcast op de oren. Mm-hmm. En ik weet niet of je nog kan herinneren, aflevering 20, Guido, seizoen 1. Onze eerste gesprek met jou, dat was een vrij lange aflevering. Dus ik moest een extra rondje lopen om alles te luisteren. En toen kreeg ik opeens allemaal leuke reacties op Strava. Dus voor degene die mij niet volgen, zoek even Gerrit Heijk op in Leersum. Sander Bastiaanse, goede afluistering, luister lekker weg. Deze was leuk. Raymond Bletgen, die schrijft, haha, ik lees dit terwijl ik de podcast luister. Interessante en leuke aflevering. Remco Vetter, een hele harde hardloper uit Driebergen en omgeving. Leuke onderwerpen voor tijdens de duurlopen. Heeft hij weer wat te luisteren. Dus kortom, via alle manieren kun je met ons in contact komen. En mocht jij nou nog mensen kennen voor wie deze podcast ook leuk of interessant zou kunnen zijn, stuur de link naar deze aflevering naar ze door. Dan gaan we samen met nog meer mensen slimmer presteren. Tot zover, Guido. Dankjewel weer voor het zoomen. Dank je, Guido. Ja. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week.